Jos Pronk, verandering vandaag. Jouw nieuwe koppelmaat tijdens de koppelkoers is Alex Rasmussen. Ja, nou, dat is hartstikke mooi en eer voor mij om met hem te rijden. Oud wereldkampioen, dus dat is wel leuk. Kan je heel even in het kort uitleggen hoe dat zo gekomen is dat jij vandaag een nieuwe koppelmaat hebt? Ik ben natuurlijk Geert Jansen koppelmaat, maar Geert Jansen zit al een aantal dagen. Vooral de eerste dag was hij eigenlijk ver onder zijn niveau en wat klachten. Eigenlijk krabbelt hij wel weer een beetje bovenop. Hij begint wel beter te rijden, maar ja, hij is toch niet helemaal in orde. Dus vandaar dat ze deze switch hebben gemaakt. Ja, want het gaat natuurlijk zo. De koppelmaat van Alex Rasmussen was Nick Stöppler. Die is gisteren gevallen. Jonkman is gewoon niet fit. Dus ja, dan is het een logische reactie dat jullie zeg maar samen een koppel vormen. Ja, dat gaat een beetje in de zesdaagse is dat een beetje. Wordt wel eens wat gewisseld met koppels. En ja, vaak speel je dan niet meer mee in het algemeen klassement. En ja, probeer het zo spectaculair mogelijk te houden voor het publiek. Ja, ik ben de hele week eigenlijk niet fit. En gisteren is mijn ploegmaatje Nick Stöppler gevallen. En ik ben gewoon echt niet fit. Ik ben niet last van de keel en ik ben gewoon niet helemaal in orde. Het is zondag, de vierde dag van de Rabobank Zesdaagse van Rotterdam. En dat betekent dat er in de middag gekoerst wordt. De laatste koppelkoers van de dag. 30 minuten en 10 ronden. Eerder vandaag reden ook de jeugdrenners en de nieuwelingen hun rondjes hier in Ahoy. En kwam Ahoy op zondag weer heel even terug. Ahoy op zondag was vroeger een begrip in Nederland. De mannen van Rabobank zelf. Ze controleren hier de wedstrijd. Het was een levendige dag, zonder echt grote incidenten en ook zonder echt grote verrassingen. De topkoppels hielden elkaar goed in de gaten. En het zijn dus nog altijd de mannen die voor de eindzegen strijden. Lichtaar Bartko zag het daar heel eventjes, stonden bovenaan. Maar ze worden in dezelfde ronde gevolgd door nog twee koppels. Het gaat dan richting de laatste rondes, richting weer de ronde sprint. Het is Marvouli die hier leidt, de man in het rood. Dan komt Leon van Bon de baan in. Er wordt nog een beetje gekeken. Er komt een aanval van bovenaf. Het is Lichthart die gevolgd wordt door de mannen in het groen. En dat is Barry Marcus. Lichthart die voor de zegen gaat. Lichthart is er voorbij en duikt naar beneden in de baan. De man in het groen is de snelle Barry Marcus. Marcus die eerder vandaag de benen wat spaarde tijdens de Danny race. Maar hier dus goede benen heeft. Nu is het zijn maat Hester die in het wiel zit bij Bartko. De Duitser is een goede achtervolger en niet zozeer een goede sprinter. De aanval van Hester. Bartko vangt hem hier op, gaat een beetje meer naar boven in de baan. In de laatste ronde Hester probeert er voorbij te komen, maar Bartko is enorm sterk. De beer uit Berlijn, de beer uit Berlijn. En het is inderdaad Bartko die hier wint met Lichthart. Knappe overwinning van Bartko. Lichthart ook, die daar even in beeld kwam met de handen in de lucht. En het spotje zoekt hier de Duitser. Mooie zegen. Hester die dus op die laatste rechte lijn net iets te kort kwam. Feliciteert hier nog eventjes Bartko. Jens Maurits, één dag niet aan leiding, maar na dag vier sta je samen met Marvouli weer aan leiding. Ja. Het kan mooi lopen op zondagmiddag. Ja, want je zei nou, de tweede dag zei je, ik hoef de derde dag niet aan de leiding te staan als de laatste dag, maar je gaat als een trein. Ja, we gaan samen als een trein. Het loopt hartstikke goed en alles zit tot nu toe heel goed mee. Dus, Je wil heel graag een keer de zesdaagse van Rotterdam winnen. Komt die voor jou nu dichterbij? De kans wordt wel steeds groter zo als je zelf. Je moet jezelf elke dag goed positioneren en tot nu toe hebben we dat heel goed gedaan. Dus, Maar wordt de druk ook groter voor je? Nee, denk ik niet. Want ik denk dat nog steeds niet heel veel mensen verwachten dat we uiteindelijk gaan winnen. Dus, er zijn nog zat met andere koppels die kunnen winnen. Dus we verdelen de druk mooi, denk ik.